Nicole, je komt vandaag bij ons eten en je bent de Gildo barbecues meegebracht. Ik heb twee Gildo barbecues meegebracht. Dit is een kleine. En die witte. En die witte. En wat is een Gildo? Een Gildo is een houtskool barbecue, maar hij is helemaal gemaakt van keramiek. En keramiek, dat heeft een hele goede isolatiewaarde. Dus de warmte blijft heel goed erin en het vocht van het vlees blijft ook heel goed erin. En deze zijn van keramiek en op houtskool? Ja. En waarom is dat goed? Het voordeel is dat je toch die heerlijke houtskoolrooksmaak hebt, die je toch graag wil in je producten. En het mooie van keramiek is, het houdt de warmte heel goed vast. Dus wat het doet, is de houtskool die je aangestookt hebt, die blijft ontzettend lang warm. Dus je verbruikt heel weinig houtskool. Dus daarmee is het ook een hele duurzame barbecue. En hij blijft heel goed op dezelfde temperatuur. En je kunt hem heel goed op lage temperaturen laten branden. En daarmee kunnen die mooie grote stukken vlees, zoals daar liggen, waar die zet nu mee bezig is, die kun je rustig laten garen. En dat wordt echt heerlijk mals. En is hij snel warm? Ja, hij is heel snel warm. Binnen ongeveer 10 minuten, een kwartiertje, kun je al beginnen met barbecuen. Oh, wat goed. En dat gaat echt veel sneller dan een traditionele metalen houtskool barbecue. Want dan moet je echt wel een half uur tot een kwartier wachten, totdat die kooltjes helemaal grijs zijn. Bij deze soort barbecues hoeft dat niet. Je kunt echt meteen beginnen. Dus de voordelen van een gasbarbecue met het grote voordeel van houtskool, dat het echt veel lekkerder is. En heb je nog meer grote? Er zijn drie verschillende modellen. Ja. Dit is de Benjamin, dat is de kleinste. En dan hebben we daar die witte, dat is de Family, noemen we die, dat is de middelmaat. En dan hebben we nog een hele grote, de Professional, voor de echte barbecue-liefhebbers. Die wordt en hoe groot is die? Horeca. Want deze is die al is heel echt, groot. Ja, die is echt groot. Deze weegt 80 kilo, dus dat is al een flinke jongen. Maar die hele grote weegt 130 kilo. Dus dat, en het mooie daarvan, hoe zwaarder die is, hoe meer keramiek. En dan houdt hij dus nog steeds beter zijn warmte vast. En het vocht wat daarin zit. Ja, dan isoleert hij nog beter. Nou, ik ben benieuwd. We gaan straks lekker proeven. Ja, nou ja, Lisette is een superkok. Dus ik weet zeker dat het helemaal goed gaat komen. Komt goed, Lisette.